Ik zou toch nog een vraag willen stellen over wat de minister heeft beantwoord over het afsluiten van de 2 miljoen Palestijnen in Gaza van water. De minister die gaf net aan dat het niet aan Nederland is om er uitspraken te doen over of dat een schending is van het internationaal recht, maar aan de partijen al daar. Dat zei de minister. Maar voorzitter, als het gaat om andere gevallen, dan doel ik bijvoorbeeld op de verschrikkelijke inval van Rusland in Oekraïne, is de regering terecht bereid om een oorlogsmisdaad te noemen. Als een Russische raket op een Oekraïns ziekenhuis valt, dan noemt de regering dat een oorlogsmisdaad. Maar als ik dat zie gebeuren in Gaza, dan doet de regering dat niet. De regering noemde terecht het opblazen van de dam in Oekraïne een oorlogsmisdaad. Maar weigert nu om het afsluiten van 2 miljoen Palestijnen in Gaza van voedsel, water en medicijnen een oorlogsmisdaad te noemen. En ik constateer daarmee, en ik voel me daarin gesterkt door de antwoording van de minister, dat we hier een dubbele maat aan het hanteren zijn. En dat we in de richting van Israël als Nederlandse regering ons niet zo stellig uitdrukken als in de richting van andere landen. En ik vraag de minister waarom dat het geval is. De minister. Nee, voorzitter. Zoals ik eerder al aan heb gegeven, hebben we echt ook als Nederland onze zorgen hierover overgebracht. Over deze blokkade die er is. En ook opgeroepen om tot humanitaire hulp toe te laten. Het gaat hier om een fluïde conflict wat loopt op dit moment. En dan kan je dergelijke conclusies op dit moment niet trekken. Maar we hebben wel onze verantwoordelijkheid hierin gekozen. De heer Van Baarle, de laatste aanvulling. Voorzitter, het conflict, het verschrikkelijke conflict in de Oekraïne, waarbij Rusland is binnengevallen, is ook een conflict dat loopt. En ik constateer dat als het gaat om Rusland, de regering terecht een oorlogsmisdaad noemt. De regering heeft de beschieting van een ziekenhuis in Oekraïne een oorlogsmisdaad genoemd. Het opblazen van een dam, het mensen niet verschaffen van voedsel, heeft dat misdaden genoemd. En waarom wordt dat wel gedaan in de richting van Rusland, maar niet gedaan in de richting van de Israëlische regering op het moment dat overduidelijk, als mensen worden afgesloten van elektriciteit, dat gewoon een oorlogsmisdaad is? Waarom is er sprake van die dubbele maat? Stop daarmee. Wil ik in de richting van de Nederlandse regering aangeven, noem een oorlogsmisdaad een oorlogsmisdaad. De minister, laatste keer. Nee, voorzitter. In die zin heb ik natuurlijk nadrukkelijk aangegeven dat we bij Israël opgeroepen om hun recht op zelfverdediging ook in lijn met het internationaal recht en proportioneel te doen. We hebben ook aangegeven dat we onze zorgen hebben over de blokkade rondom de grens bij Gaza. En daar nadrukkelijk ook hebben aangegeven dat we humanitaire hulp willen toelaten. Maar dat is, voorzitter, dat is wat we in ieder geval zoals we hebben gehandeld. Maar om in deze fase op dit moment al dergelijke conclusies te trekken, dat laat ik op dit moment aan de heer Van Baarle zelf.